Wat is een 3D-printer? Het is een heel groot ding. En daar kan je via een plaatje kan je iets in het echt maken. Je kan via de computer kan je iets tekenen. En dat gaat hij dan printen. Dus je hebt bijvoorbeeld een bekertje van biologisch afbreekbaar plastic. Bijvoorbeeld de maquettes kun je ermee maken in het klein. Vazen kun je maken. Op dit moment zijn wij hier op de Morgenster begonnen aan een 3D-project. En de kinderen bouwen met een eigen 3D-printer. Het is aangeleverd als een bouwpakket. En de kinderen kunnen daar zelf mee aan de slag. We werden groepjes verdeeld, dus dan maakt iedereen een deel van de 3D-printer. En dan volgen ze het samen. Ja, de kinderen op de Morgenster zijn redelijk, vind ik, behoorlijk ver in het wetenschappelijk denken en het doen en moeilijkere projecten aankunnen. Dat komt door de manier waarop hier op de Morgenster lesgegeven wordt aan de kinderen, hoe de kinderen uitgedaagd worden. Als je ervan uitgaat dat je moet bottom-up leren, dus dat je stap voor stap iets gaat leren, dan is het veel te hoog gegrepen. Dat klopt. Maar juist door een andere benadering, dat je zegt van nee, ik geef ze juist de meest complexe situatie en van daaruit laat ik ze leren. Dan denk ik van nee, dat kan niet moeilijk genoeg zijn. Want dat zal ze juist heel erg triggeren om aan het werk te gaan, om te willen leren. Als ik naar het resultaat kijk, dan denk ik nee, 3D-printen is echt kinderspel. Samenwerken. Ermee bezig zijn, hè, dat veel beter is dan hè, vanuit een boekje werken of hè, vanuit de leerkracht die alles van bovenaf aangeeft aan de kinderen. Ik denk dat kinderen die vinden het natuurlijk heel spannend en die zullen ook zeker een stukje zelfvertrouwen krijgen als ze leren dat ze iets wat er ingewikkeld uitziet, dat ze daar toch heel ver mee komen. Maar daarnaast krijgen de kinderen ook heel duidelijk te maken met een stukje techniek wat de toekomst heeft. En daar al mee bezig mogen zijn, ja, dat is super. In een normale les zit je alleen maar kijken in een boek. Schrijven. En dan schrijf je en dan denk je na. Maar hier doe je ook van alles met je handen. En denk je na. Dus dat is wel leuk. Nou, werken aan een 3D-project met basisschoolleerlingen is gewoon helemaal geweldig. En absoluut de moeite waard om het rond te schreeuwen. Gewoon. Ga alsjeblieft beginnen. Ga iets doen waar je van tevoren ook iets blij van kan worden. Dat je denkt van, oh ja, dat zou ik eigenlijk de kinderen altijd al hebben willen leren. Of iets mee willen geven. En laat het niet tot een idee zijn. Sommige mensen denken ook van, ja, kinderen die kunnen dat helemaal niet. Daar zijn ze veel te klein voor en alles. En als je dan ziet hoe wij dit maken, dan denk je van, oké, wat hebben we eigenlijk allemaal gezegd? Dat is eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk ook.